Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki geeft start zijn elektrificatievoorzieningsproject boven Suriname. Strategisch, transparant en duurzaam migratiebeleid van belang voor ons land. Shesta Sotahal staat stil bij Wereldkankerdag. Parlement verleent naturalisatie aan 55 personen. Binnenstad Paramaribo ondergaat schoonmaakbeurt. En percentage COVID-19 positieve nog steeds hoog. President Chandrika Prasad Santokki heeft het start zijn gegeven voor een elektrificatievoorzieningsproject dat bedoeld is om het boven Suriname gebied te voorzien van stroom. Ukom Fuchar Faya Gidendorpu in Aliba, aldus het staatshoofd. De kosten van het project zijn geraamd op 6 miljoen euro en 2,25 miljoen US dollar. Dit project zal een totaalvermogen hebben van 1709 kilowatt. De bouwtijd van dit omvangrijke zonne-energieproject is geschat op 250 werkbare dagen. Suriname heeft genoeg redenen om een strategisch, transparant en duurzame migratiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dit zegt minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De bewindsman sprak op vrijdag 4 februari tijdens een meeting met vertegenwoordigers van de International Organization for Migration, IOM, in de Bankethal van Hotel Torarica. De missie heeft met verschillende instanties ontmoetingen gehad. Ja, er is een missie van de Internationale Organisatie voor Migratie hier in Suriname. En het doel, eigenlijk moet ik even teruggaan naar 2021, waarbij we hebben opgemerkt dat Suriname de inspanningen, of althans de assistentie van de IOM, dus Internationale Organisatie voor Migratie, IOM, heeft ingeroepen om ons te helpen met ons migratiebeleid. Dus migration policy. En in dat kader zijn er al een paar activiteiten, hebben al een paar activiteiten plaatsgevonden. En vandaag zijn ze dus hier om een vervolgactiviteit te doen. Ze komen dus de overheidsinstanties informeren over de voorgang en eigenlijk over de stand van zaken met betrekking tot hetgeen dat wij vorig jaar hebben afgesproken met ze. Dat is namelijk ons helpen met onze migration management. Vandaag zijn ze dus hier en ze gaan ons dan informeren daarover. Suriname wants to be the most friendly country in terms of accepting, welcoming people from abroad. That means visa liberation making it easier for people to enter Suriname is going to be the policy, and you'll see more and more of that coming. We'll have to put in the necessary checks and balances, but the idea is to eliminate as many visa requirements as possible. And that's simply to do, we are just 600,000 people. So at some point, and I'm just saying this for this moment, at some point we all will need to engage in a discussion on population politics, population policy. And I know it's a sensitive discussion, but I think it, we need to talk about it. Otherwise, the economic development will reach their ceiling, and then we need to think about how do we create more wealth for our people. I believe we need to hear from you what can be done, what should be done to make the whole framework one which is better. We do not want criminals or international recognized persons to enter Suriname, but what we want is, because that's the minority, that's a small portion of the whole population. It's about a larger group.
You want to treat them well. If they can contribute to our economic development or tourism development, mostly welcome. So thank you very much. Wish you an excellent gathering, and I look forward to the results. Thank you very much. February 4 is door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO uitgeroepen tot Wereldkankerdag. Er wordt wereldwijd stilgestaan bij de invloed en de gevolgen van kanker. De dag heeft ook als essentie om het belang van een goede kwaliteit van het leven voor mensen met kanker en dat van naasten of nabestaanden te onderstrepen. Shesta Seutahal, hoofdafdeling Non-Communicable Diseases van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, vertelt het een en ander hierover. Alleen als we kijken naar het feit dat kanker de tweede doodsoorzaak is in Suriname, voorafgegaan door hart- en vaatziekten, geeft dat al aan dat het een vrij groot problematiek is in Suriname. Als we kijken naar de afgelopen 10 jaren, dan zien we dat er een enorme toename is geweest van aantal kankergevallen. Wanneer we kijken naar de gevallen onder de mannen, dan zien we dat prostaatkanker op nummer 1 staat, gevolgd door longkanker, darmkanker en hoofdhalskanker. Bij de vrouwen is dat dus borstkanker, gevolgd door baarmoederhalskanker en darmkanker. Er is inderdaad een toename, dat zei ik al eerder aan. Het is echt te zien wat ervoor zorgt dat het een groot public health probleem is voor ons in Suriname. Wat belangrijk is om ook aan te geven, dat er in Suriname is er toch wel een grote taboe dat mensen niet vrij praten over kanker. En dat zorgt ervoor dat mensen dan ook heel laat gaan voor screening en uiteindelijk dat er ook laat gediagnosticeerd wordt en er kans op genezing heel weinig is. Verder zie je ook dat mensen dan eerder kiezen voor huismiddeltjes of alternatieve geneeswijzen. En dat ze daarna kiezen voor het medische. En dit zorgt allemaal ervoor dat mensen heel laat verschijnen. Uiteindelijk dat ze heel laat gaan bij hun huisarts om aan te geven dat ze iets niet normaals ontdekken. En dat zo'n persoon dan wordt gescreend en uiteindelijk vrij laat de diagnose vastgesteld wordt. Er is bewust gekozen voor baarmoederhalskanker, omdat baarmoederhalskanker de tweede doodsoorzaak is onder de vrouwen in Suriname. En als we kijken naar de diverse kankers, is baarmoederhalskanker een van de meest voorkombare kankers wanneer het vroegtijdig wordt ontdekt, maar ook behandeld. En daarom dat er ook bewust is gekozen voor het ontwikkelen van zo'n plan. Nou, er is een thema gelinkt aan Wereldkankerdag voor 2022 tot en met 2024. En dat is dus dan fill the gaps in care. En dat houdt dus in dat we zoveel mogelijk moeten proberen om de gaten, de ogen, de beperkingen binnen ons zorg te vullen. Volgens de WHO kunnen 40% van de kankergevallen voorkomen worden wanneer we de belangrijkste risicofactoren vermijden. En welke zijn de belangrijkste risicofactoren? Dat zijn dus de gedrags- oftewel de lifestyle risicofactoren. Daaronder vallen dus tabaksgebruik, overmatig alcoholgebruik, niet of nauwelijks bewegen en ongezonde voeding. Wanneer we het hebben over ongezonde voeding, dan gaat het om overmatig gebruik van vet, zout, suiker, maar ook overmatig gebruik van rood vlees of bewerkt vlees, bijvoorbeeld corned beef en leverpastei, dus of worstjes in blikjes, dus dat behoort tot bewerkt vlees. Kanker kan voorkomen worden wanneer het vroegtijdig wordt gedetecteerd en behandeld. Dat zorgt ervoor dat de kans op genezing dan veel groter is. Laat je daarom regelmatig screenen
en let ook op de gedragsrisicofactoren. De Nationale Assemblée heeft op donderdag 3 februari 55 personen genaturaliseerd tot Surinamer. Hiertoe is de ontwerpwet houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie met 46 algemene stemmen aangenomen. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie legde de nadruk op respect tussen bevolkingsgroepen, als ook respect voor nieuwkomers in de Surinaamse samenleving. Hij sprak namens de regering dank uit voor de goedkeuring. Goed, dan gaan we stemmen. Wet van houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan Holder, Hesseron, Mark en 54 anderen. Artikel 1 woord of stemming. Artikel 2 woord of stemming. Considerans en intitulé woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewezen. Wie is voor? ...45, u is tegen, 0, nee, ik zie... ik zie mevrouw Wilson zich haasten. Ja, opnieuw, ja, ze wil voorstemmen, ze is lid van de commissie. Kunnen we herhalen, wie is voor? Ja. 46. Wie is tegen? 0. Dus deze wet is met 46 algemene stemmen aangenomen. Goed, dan feliciteren we de mensen. Ja. 55 met hun Surinamerschap. En, maar ook de commissie die hard heeft gewerkt. En we gaan harder werken. Want we hebben een achterstand om in te lopen. En dat moeten we doen. Ja, we zien er. Mensen kunnen niet zo lang wachten. Ja. We hebben processen die we moeten naleven. Goed. Dank u wel, voorzitter. Ik wil u, geacht college, dankzeggen om de wet voor naturalisatie van Holder, Hesseron, Mark en 54 anderen goed te keuren. Dankzeggen. De regering vindt het van uiterst belang dat in de pluriforme samenleving die Suriname is, er respect bestaat tussen de verschillende bevolkingsgroepen, maar ook respect voor nieuwkomers, vreemdelingen die zich willen vestigen in Suriname en die voldoen aan de voorwaarden voor verblijf en zich daarna ontwikkelen tot burgers die een bijdrage leveren aan dezezelfde samenleving. Ik wil u dankzeggen, voorzitter en uw college. Het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer OGA van het Ministerie van Openbare Werken is onlangs gestart met het opschonen van de binnenstad van Paramaribo. Bij deze werkzaamheden worden verharde wegen en bermen zandvrij gemaakt en ontdaan van zwerfvuil. Verder wordt aandacht besteed aan wegmarkeringen en zebrapaden die aan een nieuwe verflaag toe zijn. Ook het verkeersmeubilair wordt aangepakt. We zijn bezig de binnenstad schoon te maken.
Het heeft zijn bedoelingen. Het heeft zijn reden waarom we nu de binnenstad schoon gaan maken nadat het helemaal dicht begroeid is. De redenen hiervoor zijn eigenlijk, ik praat niet over de COVID, maar COVID is één van ze. Dat ons helemaal achter heeft gehouden, waarbij de opkomst van de ambtenaren, de arbeiders, heel slecht was. Nu dat de COVID een stapje terug is gegaan, zijn we nu bezig actief de binnenstad helemaal schoon te krijgen. Het tweede punt is, als we praten over de binnenstad, dan praten we in een afgebakend gebied. En dat zijn fictief afgebakend gebied waar we nu bezig zijn schoon te maken. Dat is de Henk Aronstraat, Waterkant, dus de Suriname rivier. Daarna pakken we de Gemeenelandsweg en de Wanikastraat. Dat is de fictieve afbakening die wij gaan hanteren om nu dat we bezig zijn alles netjes te krijgen. Dus alles wordt nu gedaan in eigen beheer. Je hebt een groep mensen, ambtenaren, de veldarbeiders, die echt aan het vergrijzen zijn. En vandaar dat schoonmaak niet tijdig heeft plaats kunnen vinden. Daarom waren we genoodzaakt mensen van de districten te halen om de schoonmaak dan weer te effectueren. En zodat we de binnenstad op een regelmatige basis netjes schoon kunnen maken. De taak van ons, gezien de afdeling waarvan ik de verantwoordelijkheid heb, heet terreinen, straten en bermen. Dus alles wat te maken heeft met straten, schoonmaak, bermen, schoonmaak en terreinen meer, overheidsterreinen, is ons plicht, is ons taak eigenlijk dit gewoon op een regelmatige basis uit te voeren. We moeten eigenlijk geen stapje terug en juist moeten we nu harder aanpakken omdat er een achterstand is. En dat achterstand is eigenlijk opgebouwd door die drie punten dat ik aangehaald heb. Er zijn gesprekken gevoerd, maar er is een periode van 3 maanden uitgetrokken omdat de situatie, de mensen hebben bepaalde zaken aangehaald voor wat betreft de veiligheid, de afwateringssysteem, die laat eigenlijk te wensen over. Er zijn veel verstoppingen, dus wij zijn bezig dat voorwerk, dat regulier werk van ons te doen. En daarna komt dan de rest, de verkeersborden liggen ook zo scheef. Dus we moeten alles netjes hebben, mensen moeten makkelijk kunnen parkeren, mensen moeten netjes kunnen lopen. Het trottoir zelf zijn oneffenheden, onregelmatige tegels zijn gezet, alles moet aangepakt worden. Daarom hebben we gepland eerst de schoonmaak te doen en daarna gaan we over tot herstel. En daarna gaan we dan de afwateringssystemen pakken, want openbare werken is bezig een plan uit te werken hoe we de achterstand voor wat betreft afwateringssysteem op te lossen. We werken op 2 momenten, 's morgens en 's middags. De maand februari is pas 4 dagen oud en telt reeds 11 COVID-19 doden en meer dan 1100 besmettingen. Daarnaast is het aantal besmettingen iets wat aan de hoge kant. Op 3 februari zijn 388 personen positief getest op het coronavirus. Er zijn 774 swabs afgenomen, waarvan 386 negatief zijn. Van de geteste mensen is 50,1% positief. Om de situatie beheersbaar te houden, moet het percentage positieve onder de 10%. Om de situatie onder beheersing te brengen, ligt op de schouders van elke burger een verantwoordelijkheid. Het minimale dat iedere burger kan doen, is zich houden aan de geldende maatregelen en daarbij de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Accepteer daarom geen uitnodigingen voor activiteiten waar het risico op besmetting groot is. Zo helpt u in strijd tegen COVID-19. En hiermee zijn we gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.